Are you ready? Alweer een winnaar. Blijven zitten tijdens die rit. Fijn dat u naar deze allerlaatste aflevering van Zwieren en Zwaaien kijkt. De Tilburgse kermis loopt helaas ten einde, maar we gaan er eerst nog even iets leuks van maken. Vandaag is de laatste dag. Wat vond u dit jaar van de kermis? Ja, interessant. Het is mijn eerste keer, dus ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Ja, echt wel. En jij? Ja, de eerste dag vandaag, maar was wel leuk. Dus... Ja, prima. Wat hebben jullie allemaal al gedaan? Niks. Alleen hier zitten? Ja, op het terras gezeten en rondgelopen. Maar vooral dus de mensen kijken? Ja, dat is... Daar ja. Ook, ja. Dat is een attractie op zich. Ja, zeker weten, absoluut. Keivet. Ja. Ik vond het, ja, ik weet niet. Ik durfde ook in meer dingen als vorig jaar. Fantastisch. Ja? En jij? Superleuk. Zijn jullie al vaak geweest dit jaar? Nee. Vandaag voor het eerst? Ja. Ik vond het best wel leuk. Ja? Ben je vaak geweest? Ja. Ga je ook in de attracties? Ja. En wat vond je het leukst? Ik vond Power Wave het leukst. Wat ik van de kermis vond? Ik vond hem een beetje, hoe moet ik het zeggen, niet druk laat zo zeggen. En voor de rest een beetje tam vond ik het. Nou, nou vanuit het weer was het toch best wel leuk. Ja? Nina? Bent u vaak geweest? Ja, ik moet er iedere dag deur, want mijn vriendin die woont in de Mestert. Dus dan, en ik woon aan de Pierzalve. Dus dan moet ik heel de stad terug. Ja. Heeft u er geen last van eigenlijk? Nee, ik heb er helemaal geen last van. Helemaal niet. Ik vind het wel gezellig. U bent wel een kermisliefhebber. Ja, ik wel. Maar ik ging vroeger liever in de rup, snapte? Ja. Die hoge dingen, daar heb ik het niet zo op. Okay. Heel leuk. Ja, jullie ook? Ja, echt wel. Dat is echt geweldig. Ja, helemaal geweldig. Ja. Vaak geweest? Dit was de tweede keer. En wat doet u dan zoal op de kermis? Ja, gewoon de attracties en spelletjes. Ja? Eigenlijk alles. Okay. Hij is saaier als normaal. Ja, waarom? Er staan veel minder dingen. Ja? En hoe denk jij erover? Ja, er staan veel minder dingen dan vorig jaar en daardoor is het ook saaier geworden. En hoe vaak zijn jullie dit jaar geweest? 7 dagen. Ik ben maar 3 keer geweest, maar ik vond het geweldig. Ja? Het weer mocht iets beter, maar... Ja. Wat heeft u allemaal gedaan? Vooral kinderattracties. Ja. Helemaal geweldig. Perfect weer, niet te warm, niet te koud. Heerlijke sfeer. Ik heb begrepen dat er weinig tot geen calamiteiten zijn geweest. Dus ik denk een helemaal topkermis. Bent u vaak geweest? Vandaag de 3e keer. Dankjewel. Graag gedaan. We'll be right back.
arena. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, want 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 four. Ace, two, scrap, scrap, want four. Scrap, want four. Wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Jij hebt een heel leuk aapje vast. Hoe ben jij daar aangekomen? Ik ging 8 eendjes vangen. Ja? En toen heb ik deze uitgezocht. Ja? En toen, dat was hier, hè? Dat was hier. Ja, en toen heb je die uitgekozen. U heeft al een aantal knuffels. Ja. Ja? Gewonnen? Gewonnen met het sterrenbeelden. Was het heel moeilijk? Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Dat is gewoon geluk hebben. Ja. Ja. Ging u nu per se achter deze knuffels aan? Of viel nee, ik ga altijd daar naartoe, naar die sterrenbeelden dingen. Wel leuk, altijd die knuffels, ja, dat klopt wel. Ja. Ja. En gaat u ze aan iemand cadeau geven? Ja, mijn kleinkinderen. Okay. Hoe ben je daar aangekomen? Nou, van de grijpautomaat. Ja? Ja, en onze oma heeft er ook één. Okay. Ja. Was het heel moeilijk? Onze mam heeft hem gewonnen, maar het is altijd al vanaf dat ik heel klein ben, als ik zeg die wil ik. Nou, onze mam probeert en die haalt hem er altijd uit. Jij hebt een hele mooie knuffel vast. Ja. Hoe ben je daar aangekomen? Via een grijpautomaat. Ja? Ja. Was het heel moeilijk? Valt wel mee. Niet veel geld kwijt? Nee. Donkey Kong, hoe ben je daar aangekomen? Wil je dat echt weten? Ja. Ik heb hem gekregen van iemand. Ja? Ja. Serieus? Serieus. Zomaar? Nou, niet zomaar, maar ik kwam iemand tegen die ik ken. Ja? Die gaf hem aan mij. Okay. En ben je er blij mee? Ik vind het geweldig. Ja? Ja. Waar ga je hem neerzetten? Wat zeg je? Waar ga je hem neerzetten? We zetten thuis in de vensterbank neer. Ja? Ja. Hoe ben je daar aangekomen? Van mijn nicht. Ja? En ben je er blij mee? Ja. Hebben jullie er heel lang over gedaan? Nee, 2 euro erin gooit en ik had hem al. Jij hebt een heel leuk hondje vast. Ja. Hoe ben jij daar aangekomen? Bij de eendjesvangerij, bij dolle eendjesvanger. Ja? Was het leuk? Ja. En wou jij heel graag dit hondje hebben? Ja, maar ik ga nu nog naar de grijphuizen voor die roze chihuahua in dat tasje. Oké, die wil je ook nog hebben? Ja. Nou, dan wens ik jou heel veel succes. Bedankt. Dankjewel. Volgens u een echte kermislekkernij? Nou, toch wel die suikerspin. Ja? Ja, die suikerspin. Heeft u die al op? Nee. Ik ben zelf niet zo'n zoete kou. Okay. Nee, nee. Geef mij maar een oliebol. Oliebol. Ja, een lekkere. Die wel op? Ja, een hele zak. Oh, okay. Ja, met veel poedersuiker. Okay. Ja. Brusselse wafel met ijs en slagroom. Helemaal lekker. Heeft u die al op? Nee, dan ga ik zo meteen even met de aan te buiten. Oké, nou smakelijk. Ja, dankjewel. We gaan nog één keer de attractietest doen. En dat is deze keer deze geworden. We'll be right back.
zouden jullie deze attractie voor cijfer geven? Een 8. Ja? Ja. En jij? Nou, ik vind de 8 vind ik wel een goeie. Ja. Ik vond het wel leuk. We hadden al iets langer gekund, denk ik. Ja. 9? Ik denk 7. Jij een 7? Ja. Een 9. Een 9, ja. Moet je daar een zwembroek aan hebben? Ja. En wat zou jij hem voor cijfer geven? Ook een 9. En jij? 10. Een 10. Ja, op plezier wel een 7,5. Ja? Ja, en hij wordt wel heel nat, moet ik zeggen. Okay. Hij wordt wel heel nat. Oké, okay, nou gaan we afdrogen dan. Ja, dat zal ik maar lukken nu. Dankjewel. Het eindcijfer van deze attractie, dat is geworden. Een 8. Herinnering aan de kermis van vroeger? Nee? Helemaal niks? Nee. Niks wat u is bijgebleven? En wat doet u nu dan op de kermis? Ik ga met mijn kleinkinderen erover. Nogal ja, ja. Ik ben in mijn kinderjaren gingen we elke dag naar de kermis. En wat deed u dan zoal? Nou, in de Rups bijvoorbeeld. In de Hogati, wat nu Reuzenrad heet. En ja, bepaalde andere dingen dus. Gewoon, het was altijd heel leuk. Meer herinnerrijk eigenlijk. Nooit iets bijzonders meegemaakt wat u is bijgebleven? Nee. Onder andere deze dingen daar, deze molen, die strektouwen, dat was enorm vroeger. Net als de swingmail dus. Ja, die swingmail, dat vond je als in je jongere tijd vond je dat prachtig, daar bleef je ingaan. En uiteraard vroeger ook de botsautootjes, hè, dat was ook interessant. Dus ik vind het wel leuk hier in Tilburg een hoop van die ouderwetse dingen terugzien. Ja. Dat mis je eigenlijk wel. Op de nostalgische kermis. Ja. Dat is, dat mag ik wel. Mag ik graag zien. Nou, zo die dingen die daarvoor staan van die kindertoestellen, dat vond ik wel mooi. Die waren er vroeger ook. U weet er niks meer van? Nee. Niks wat u is bijgebleven? Nee. Heb je dan met uw ouders helemaal te voet die je naartoe moest? Dit is Spoorland, dat de tram nog terugkwam, naar Dongen en zo. Ja, dat was de mooie tijd. Hè. Ja. Maar ja, nou is het ook leuk. Ja, in de Rups. Ja? Vertel. Ja, dat was, zal ik zeggen, dat was een ervaring dan, hè? Als je daar niet alleen in zat, tenminste. Nee. Ik weet, ja, nu ga je dus een Tilburgse kermis, vind ik dan wel leuk. Ik kom dan zelf uit Udenhout, maar Tilburgse kermis is leuk. Het heeft daar een flink aantal attracties staan. Echt die exclusieve attracties die een dorp of een andere plaats vaak niet heeft. En dat vind ik wel leuk om te zien om erover te lopen. Maar vroeger ging je wel de kermissen af. Dat was voordat je dus de verkering had of zo in de jeugdtijd, deed je dat wel. Het was heel, heel gezellig altijd, best wel vrienden. Hoe is de Tilburgse kermis 2011 verlopen?
Nou, hij is fantastisch verlopen. Het is een heel mooi spektakel geweest. Het is een groot feest geweest. Het is druk geweest. Het is heel ordelijk verlopen. De bezoekers zijn tevreden. De exploitanten zijn tevreden. De horeca-exploitanten zijn tevreden. Nou, het is echt een mooie kermis geweest. Nog bijzondere incidenten voorgevallen? Nou, weinig incidenten. We hebben wel wat nieuwe problemen gehad. Ook dankzij de steeds aantal toenemende aantal bezoekers krijgen we wel nieuwe problemen. Zo is bijvoorbeeld een aantal keer het telefoonnet overbelast geweest. En ook nu weer zijn een heleboel mensen telefonisch niet bereikbaar. Omdat er gewoon te veel mensen zijn die aan het bellen zijn of berichtjes aan het versturen zijn. Waardoor de telefoons eruit liggen. En staan er al dingen gepland voor volgend jaar? Ja, natuurlijk. De kermis staat alweer gepland natuurlijk. We zijn nu al bezig met de kermis van 2012 uiteraard, zelfs al met 2013. En ja, sommige dingen hebben een boel voorbereiding nodig en daar zijn we nu zo duur ook mee bezig. En het gaat nu alweer heel snel naar de volgende kermis. En ja, we beginnen al over een paar maanden is de verpachting alweer geweest voor 2012. Dus wij zijn er alweer volop mee bezig. En hoe heeft u persoonlijk de kermis dit jaar ervaren? Ja, het blijft natuurlijk heel leuk. Voordat ik kermiswethouder was, was ik al een groot liefhebber van de kermis. Ik heb er in het verleden al wel eens vakanties voor verzet om toch maar op de kermis te kunnen zijn. En ja, het blijft natuurlijk heel leuk dat je ermee bezig bent, het hele jaar door mee bezig bent. En dan als het evenement zelf is, ja, dat is ontzettend leuk om te zien hoeveel mensen dan aan het genieten zijn van het feest wat de kermis in Tilburg is. Nou, heel erg bedankt voor uw medewerking de afgelopen week. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was dan de allerlaatste aflevering van Zwieren en Zwaaien. Langs deze weg wil ik cameraman Jan Stenders hartelijk bedanken voor zijn inzet. En natuurlijk iedereen die naar ons programma gekeken heeft. Morgen kunt u nog naar een compilatieuitzending van Zwieren en Zwaaien kijken. Mocht u nog een foto van ons hebben, dan ontvangen wij die graag op onderstaand e-mailadres. Bedankt voor het kijken. Doei!